Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Spijkerpot. Deze keer een bijzondere aflevering, want vandaag bezoeken we iemand die als hobby broodbakken heeft. Want we zijn te gast bij Mark van Hulten. Hey Mark, hoe komt het nou dat jij van jouw beroep een hobby maakt? Omdat ik bezig ben om nieuwe producten te maken, dan gaan we soms in de toekomst iets zoeken, maar ook ooit in de geschiedenis. En ja, dit is gewoon iets in de geschiedenis zoeken. Op een oude manier iets maken. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om Gijsels volkoren te creëren, zeg maar? Ja. Nou, het is, je bent ook bezig om iets eigens te maken, iets te zoeken. En mijn Gijsel had eigenlijk op bakkersgebied niet echt iets eigens. Er wordt af en toe wel eens leuks gemaakt natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk als we dan inderdaad iedere seizoen zeg maar tarwe brood kunnen maken van Gijsels tarwe, dan is er natuurlijk wel iets leuks. En misschien smaakt het ook wel heel erg goed bij Gijsels kruidenbitter, wie weet. Ja, dan is de maaltijd compleet, hè? Ja. Jij hebt het project van dat brood bakken niet helemaal alleen gedaan. Jij hebt andere mensen nodig gehad. Ja, ik heb natuurlijk grond nodig gehad en ik had verstand nodig van telen. Dus ik heb Kees Bierkes gevraagd of hij mee wou helpen. En Victor Thebe gevraagd om, vanwege de molen natuurlijk, of die bereid was om mee te doen. Die grondstof, het graan, is dat ook uit moeressel? Het graan is, zaad wordt gewoon gekocht natuurlijk, maar het is een wintertarwe die we dus echt in moeressel gezaaid en hebben laten groeien. Op advies natuurlijk van Kees om voor een wintertarwe. En het voordeel is dan dat het voordat de winter ingaat al net iets boven de grond komt en het voorjaar dan een voorsprong heeft om door te groeien. Ja, en dat noemen ze wintertarwe. Heeft dat ook iets met de smaak te maken? Nee, het heeft niks met smaak te maken. Nee. In augustus is de oogst geweest en ja, dat was dit jaar echt moeilijk omdat het toch natte periodes waren, maar we hebben er net tussendoor kunnen fietsen, zeg maar. En heeft daar ook Bierkes gedaan? Bierkes heeft dat laten doen dan door een professionele mensen. Goed, het is geoogst, kan het dan meteen gemalen worden? Nee, dan moet het nog even geschoond worden en eventueel een beetje bijgedroogd worden. En dat hebben we dus in Zeeland laten doen, in Ouddorp. Nou praten we de hele tijd over het moeressel volkoren, maar over welke hoeveelheid spreken we dan? Ik had op de hectare had ik 5000 kilo tarwe oogst. Hey, hebben we wel eens meer zo brood ontwikkeld, zeg maar? Een nieuw soort brood bedacht? Ja, je mengt normaal eigenlijk met de dingen die je van een meelfabriek kunt krijgen. Dus dan heb je meer granensoorten, lichte en donkere. En daar speel je mee eigenlijk. Dus je creëert eigenlijk altijd wel nieuwe dingetjes. Maar dit is eigenlijk echt toch een heel ander iets omdat het op de molen gemalen wordt. Ja.
Victor, hier hebben we dan het graan. Ja, dit is de tarwe die hierachter geteeld is door Mark en door Kees Bierkens. En nou, die is dus in Oudorp gereinigd. De temperatuur, de vochtigheid was voldoende, dus hij is niet gedroogd kunnen worden. Het was heel mooi graan. En na reiniging komt hij naar mij toe en dan malen we die hier op de molen. Victor, we staan hier nou daar waar het meel uitkomt. Ja. De bakker staat te voelen of het goed is, maar ik neem aan dat jij constant controleert hoe het maalsel is. Ja, nu hoor je dus dat de wind toeneemt, dus de stenen gaan hardlopen. Dan moet je dus de stenen bijhouden om dezelfde kwaliteit te houden. Dus zachter, of als je dan niet bijhoudt, dan wordt het gelijk grover en dan, dan merkt de bakker... We zien ook onmiddellijk dat de snelheid van de productie van de molen ineens verhoogd wordt. Hè? Ja, en dat is dus bij deze, dit is een heel oud molentype met ook een oud wieksysteem. En dan moet je als molenaar eigenlijk constant hier bij de licht staan. Bij de les blijven. Om de stenen bij te houden. En, maar jij zegt ik moet de stenen bijstellen, wat gebeurt er dan in werkelijkheid? De bovenste steen die draait rond en de onderste ligt stil. Ja. En daar via het propgat komt het graan tussen de stenen. Ja. En als die dus harder draait, dan moet je de stenen dichter op elkaar houden. Dichter op elkaar zetten? Ja. En als het dus iets minder hard draait, dan moet je zorgen dat hij aan de gang blijft. En dan mag je wat meer ruimte hebben. En dan zit het graan ook wat langer tussen de stenen. Nou, wat vind jij van dit project, het Gijsselse volkorenbrood? Ik vind dat een hartstikke leuk project, want daarmee kun je dus de molen niet commercieel, maar wel in bedrijf houden. In die zin dat je bezoekers kunt laten zien waar de molen voor diende vroeger om graan te malen. En je kunt de functie laten zien, het molenaarsambacht een beetje laten voortleven. Ja. En op kleine schaal, en dat is gewoon heel interessant. Hoeveel kilo per week malen jullie voor dat project? Nou, het is zo dat de opbrengst van de akker is ongeveer 5000 kilo geweest. En dat moet van het jaar gemalen worden. Dus ruim 100 kilo per week moet ik malen. Voor tijden dat wind stil is of te weinig waait, moet je proberen vooruit te malen. Als ik voldoende voorraad heb, dan kun je een keer overslaan als het wind stil is of zo. Ja. Mark, tevreden? Ja hoor, dat is heel tevreden. Kijk, kun je er wel iets van maken? Ja, dat doen we gewoon, ja. Dan stel ik voor dat we naar de bakkerij gaan en aan de gang gaan. Dat is goed. Hij geeft dan de ingegeven hoeveelheid water geeft hij automatisch af. En het andere is eigenlijk de gist. Dat is gewoon een vloeibare gist. Ja, ook hier is de techniek alomtegenwoordig, hè? Ja. We gaan gewoon mee, hè? Ja. Hoeveel broden kunnen nou uit deze hoeveelheid meel? Hier komen er 15 uit. 15. Wat gooi je er nou bij, Mark? De laatste is zout. Zout? Zout moet altijd even een beetje gescheiden zijn van de gist. Ja. Ze hebben elkaar wel nodig, gist en zout. Maar als ze te koud, te vlak tegen elkaar komen, dan gaat het niet komen. Hé, hey Mark, dan gerstens vol korenbrood. Zou je dat ook van roggemeel kunnen maken? Ja, roggen kun je wel goed telen in Nederland. Ja? Maar dan krijg je een heel ander product. Dan krijg je een vast product en een moeilijke product, waar minder mensen van houden. Dan krijg je ook meer naar Duitse brood. De Duitsers die gebruiken nog. De hele zware vaste brood. Een zware vaste brood, ja. Dat ligt niet echt in de smaak van de Nederlanders, denk ik, de hele zware vaste brood. Nee, dat vinden ze wel lekker als een sneetje. Gewoon donker roggen en zo. Dat is wel Duitsland, vinden ze een sneetje lekker. Maar niet als maalt, als hele maaltijd. Klopt.
Dan moet je een vliesje trekken dus. Ja, als je een vliesje en dan ja. En dan echt. Ja. En dat is voor jou het teken van hij is goed. Ja. En die horen het ook wel een beetje hoor. Jij gaat nou porties maken per brood. Ja, dan krijg je gewoon per brood naar ons. En dan doen we eigenlijk oppunten. En punten, en dan leggen we eigenlijk het brood al in een voorvorm, zeg maar. Maken we er rijk van en dan gaat het eerste rijst in. De rijst, dus hoe lang gaat dat duren? Een 3 kwartiertje zo ongeveer. Dus als het nou zo meteen in het punt ligt, dan moet het eigenlijk 3 kwartier in een warme temperatuur liggen. En dan is het ook groter geworden, de mop, de meel? Dan zijn die cellen, die gisten, die heeft zijn werk gedaan. Ah, je krijgt al de vorm van een brood nou, hè? Ja. Zo te zien heb je dan meer gedaan. Ja. die een bloemenmarkt. Jij gooit elke keer wel bloemen op de tafel, waar is dat voor? Dat is echt voor het plakken. Dus tegen het plakken? Dat is echt tegen het plakken dat het, en dan zo meteen in de rijstkast, dat zit er een beetje bloem aan. En dan blijft er niet aan de zakjes van de rijstkast plakken. Ja. Maar je hebt net een aantal rollen deeg in dit machine gedaan. Wat is dit voor een machine? Dit is eigenlijk een rijstkast. Mensen vroegen op een bank, op een tafel met een kleedje erop. Om ruimte te maken hebben ze eigenlijk rijstkasten gemaakt. En deeg gewoon zeg maar opgeruimd zeg maar in een gestabiliseerde temperatuur en vochtigheid zijn eerste rijst kan maken. Ja, het rijst wordt door de temperatuur zeg jij, en door de luchtvochtigheid bewerkt. Ja, de temperatuur is om de gist de ideale temperatuur te geven om te groeien. Ja. En de vocht is om te zorgen dat het deeghuidje zeg maar niet uitloopt. Dus de decoratie van het Gerstens verkoren is de gries. En dus nou wordt het tegen de kast in dit gebouw opnieuw opgerold. En dan krijg je eigenlijk het model waar dan in de bak voor de narijs. En als het dan een centimeter boven het blik is, dan kan het open. Ja, ja. Je kunt overigens merken dat hij inderdaad een heel stuk groter is geworden dan het is. Hè? Ja, het is echt een andere beetje. Het is heel anders als, toen hij erin ging. Hij rijst dus echt. Ja. En de rijstkast krijg je eigenlijk die temperatuur en het vocht is ook gecontroleerd. En dan krijg je eigenlijk, omdat je nu die stand opnieuw opgebouwd hebt, door het opnieuw uit te rollen en op te rollen, gaat het brood weer rijzen, maar dat structuur, een skelet zeg maar, in het brood wordt dan gewoon groter gemaakt weer. Ja. En dan kan het overnemen. In bakken krijg je die overwerking inderdaad nog, door die temperatuur en de overhitting gaat die gisteren nog even weer sneller werken, totdat die doodgaat. Ja. En dan krijg je de overwerking en dan krijg je dat die kapper mooi opkomt. De eindvorm. Ja. De Gerstens volkorenbrood, wat onderscheidt het nou ten opzichte van andere broodsoorten? Het grote verschil zit dus echt dat het tussen de stenen gemalen is. En dat geeft echt een bepaalde kou- en eeteigenschappen aan het brood. Die echt anders zijn als het van een meelfabriek komt. Oh ja. Ondertussen is het brood in productie. Is er belangstelling voor vanuit de bevolking van Moeressel? Ja, het wordt redelijk goed gegeten. Maar ja, je moet natuurlijk wel van fijn verkoren houden. Want het is geen wit brood. Het is toch net voor de mensen die van bruin en verkoren houden, is het een lekker brood. Dat Moeressels volkoren, is dat nou een tijdelijk iets? Of is de bedoeling dat dat voor eeuwig blijft voorbestaan? Nou ja, ik probeer natuurlijk om het per seizoen terug te laten komen. En dan hoop ik dat we dus een heel eindje de zomer in komen voordat het op is. En dan volgend jaar maar weer proberen.